Een zeer goede avond. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan lezen mama en papa eventueel eens een sprookje voor. En dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. Live vanuit de Roest Comedy Club in Gent. Ik heb naast mij acteur, televisieacteur, kameraad, collega van op het theater. Niemand minder dan Jan van den Bos. Goedenavond. En Jan, we hebben een titel gekregen. Er was eens een eierdopje met grootheidswaanzin. Dus daar gaan we mee aan de slag. Goed, hier gaan we dan. Er was eens een eierdopje met grootheidswaanzin. Dat al jaren in de kast stond... tussen de eierdopjes zonder grootheidswaanzin. Bjorn, want zo heette het eierdopje, vond zichzelf het eierdopje der eierdopjes. Alleen vond hij die stomme eieren die altijd in zijn hoofd gezet worden, Bjorn had een hol hoofd, die vond hij zielig. Hij vond die ook veel te klein. En warm. Als ze gekookt waren. Ja. Wat ze meestal... waren. Want in het gezin, dat moeten we toch even melden, het gezin van achteren, daar aten ze heel graag hardgekookte eieren, zachtgekookte eieren. Elke zondagochtend was het zover. Werden de eierdopjes eruit gehaald en met Bjorn aan kop, want die ging altijd van voor staan, werden ze uit de kast gehaald. En op tafel gezet het gezin. Van achteren. De dochter, Sammeke van achteren, die kreeg altijd het eerste dopje. Dus Bjorn was altijd bij Sammeke. Nu wil het geval dat Sammeke een speciaal geval was. Ja, Sammeke had ook een probleem. Ja, die was geboren zonder neusgaten. Ja, maar een probleem is als je wilt snutten. Ja, maar zij wou, en dat was haar grote droom van toen ze 4 jaar was, zij wou per se bij de Paris XL werken. Ja, maar dat is een ander sprookje. Dat is een ander sprookje. Ja, dat is het sprookje van het meisje dat bij de Paris XL wou werken. Terug naar het eierdopje. Doordat ze geen neusgaten had, vond zij het ook altijd leuk dat de eitjes niet helemaal doorkookt waren, zodanig dat ze toch wel wat snot had in de eitjes. Maar dat vond Bjorn natuurlijk verschrikkelijk. En Bjorn zei op een dag van, stop nu eens met die kleine eitjes in mijn hol hoofd te steken. Ik wil naar Zuid-Afrika. Ik wil een struisvogel-ei. Een gekookt struisvogel-ei. Want ik ben groot genoeg. Lang verhaal kort, het gezin pakt zijn valiezen. Sammeke die blijft thuis, want naast geen neusgaten had ze ook nog andere problemen. Andere eierdopjes hadden hem verwittigd. Van, Bjorn, een struisvogel-ei, dat gaat helemaal niet in uw hoofd geraken. En maar... in Zuid-Afrika noemen ze een eierdopje ook niet eierdopje, maar... eierdop. Ja. Omdat die eieren veel groter zijn. Dat zijn eieren van 3 kilo. Ja, wat gaan wij in godsnaam in Zuid-Afrika doen? Maar eerlijk het gezien en de 8 eierdopjes naar Zuid-Afrika. Ze landen in Kaapstad. Ze landen in Kaapstad met de... vlieger. Dat wou ik eigenlijk ook zeggen. Ja? Ja? Ja. Great minds think alike. Ze komen de luchthaven uit. Lang verhaal kort, ze gaan naar het eerste beste, de eerste beste brasserie. In Zuid-Afrika zeggen ze natuurlijk niet brasserie, maar... Maar betaal eet nu... Veel te veel betaal eet voor nu, wat je krijgt. Ja. Ja, restaurant met grootheidswaanzin eigenlijk. Ja. En ze kopen een struisvogelij. En dan moeten ze op zoek naar... Den Bjorn. Den Bjorn wordt op tafel gezet en is aan het wachten op zijn ei. En dat duurt 10 minuten. Want struisvogels lopen veel sneller dan kippen. Ik wou zeggen, die eieren zijn groter en die moeten langer koken. Dat ook. Ja, maar nu, je moet ze eerst vangen. Je moet de struisvogels eerst vangen en hopen dat er een ei in zit en dan met 2 man persen. Ja, ik ben dat toevallig al eens geweest. Dus nu, ze hebben dat ei, dat wordt gekookt en dat wordt binnengebracht en op Bjorn zijn hoofd gezet. Bjorn is zo fier als... Een gieter. In Zuid-Afrika zeggen ze tegen gieter... Een watersproeier uit plastic.
De vader des huizes, Nemi, ja, die noemt Nemi, Nemi van achteren, pakt... goed, die pakt een lepel, de grootste die hij kan vinden, en begint zachtjes op het struisvogel ei te tikken. Zo. Het geluid was... Tok. Nee, nee, in Zuid-Afrika. Kot. Geen, ja. Kot. Kot. Ja. Nikotni, nikotni, nikotni. Het struisvogel ei begint te krakeleren. Ondertussen voelt Björn zijn beentje, want hij had maar één beentje... Want eierdopjes hebben beentjes. Ja, die hebt één pootje toch? Hè? Pootjes, sorry. Een pootje. Ja. En hij begint te voelen dat het ei toch wel wat zwaar wordt. Het ei wordt een beetje zwaar. Ja, wat is zijn stem nog niet gehoord? Dat is iets dat jullie niet weten, maar hij praat normaal gewoon. Maar dus met zo'n gigantisch ei op je hoofd praat hij anders. Dus hij voelde zich ei wordt zwaar. Als een atlas die de hele wereld op zijn rug droogt. Ik voel mij als een atlas die de hele wereld op mijn rug draagt. Hij voelde dat de spanning van zijn pootje... De spanning van mijn pootje! ...echt onder druk kwam staat te staan. Onder druk, staat onder druk! Help! En dan gebeurde het ondenkbare. Krak! Björn zakte door zijn pootje. Hij brak in twee. Het ei viel op zijn kant. Rolde tot de zijkant van de tafel. Maar dan gebeurde er iets wonderlijks. Het ei bleek bevrucht. En uit het ei, onder de tafel, kwam een Zuid-Afrikaanse... Hardgekookt kuiken. Waarna de familie van achteren natuurlijk, zoals ze met kuikens wel eens plachten te doen. En de struisvogelkuikens zijn echt gigantisch. Dat kuiken hebben gepluimd, hè, in een oven gestoken. En dan hebben ze... struisvogel ovijn gemaakt. Voilà. En sindsdien noemen ze struisvogel, hè, als ze struisvogelkuiken eten in Zuid-Afrika, sindsdien, en die naam kennen we allemaal, noemen ze dat in Zuid-Afrika. Kapotten Björn. Voilà. Nu, wat is de moraal van dit verhaal? Dat weet ik niet. Als je Björn heet... En er zit al niet veel in uw kop. Houd dan gewoon uw bakkers. Slaap lekker.